2823.j. Daar snap ik helemaal niks van. Gemaaide rietoever langs een singel. Gemaaide rietoevers langs een singel, dat geeft aan wat er op de afbeelding staat. Dat maakt het allemaal een stuk duidelijk. Nou zie ik jou wel eens binnenlopen 's ochtends of naar buiten lopen 's middags. En dan vraag ik me af, als ik dan zeg, hey Jantina, dan weet jij dus niet wie dat zegt, want je kent mijn stem waarschijnlijk nog niet. Wat zou je nou prettig vinden? Dan is het wel handiger als je dan zegt dat je de dijkgraaf bent of zo, of wie je bent. Want... Ja, dus ik moet even gewoon zeggen wie ik ben. Ja. Hey, goedemorgen Jantina, ik ben Jan Bonjaar, prettige dag. Zoiets. Wat is de point van deze podcast, Jantina? Ja, deze podcast gaan we het hebben over teamdienstverlening en omgeving. En dan met name over digitale toegankelijkheid. Maar misschien is het goed om even kort uit te leggen waar Team Dienstverlening en Omgeving DEO voor staat. Want vanuit Team Dienstverlening en Omgeving werken we samen met verschillende afdelingen. Onder andere met KC dan, maar ook met VTA en ook met INA. En zo zal dat waarschijnlijk gewoon wel wisselen. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat we alleen met die drie afdelingen zo samenwerken. Het doel van digitale toegankelijkheid is om informatie die wij als waterschap delen met inwoners, agrariërs, met bedrijven, dat we die zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen. Dus onze website, dat die zeg maar duidelijk is, begrijpelijk, maar ook toegankelijk. Dus zeg maar dat je er zonder muis op kan navigeren, dat je documenten kan lezen die erop staan. Op sommige nieuwssites kun je artikelen laten voorlezen. Ja. Dus luisteren naar dit artikel. Doen we daar al iets mee? Ja, daar doen we iets mee. We hebben Read Speaker uit mijn hoofd. Bij bepaalde documenten ook staan. Ja, en dat hangt een beetje van je doelgroep af of je daar gebruik van maakt. Want dat zou ik niet zo snel gaan gebruiken. Want ik heb een schermlezer en dat ding leest alles voor wat ik doe. Maar iemand die bijvoorbeeld dyslectisch is of laaggeletterd, kan het wel fijn vinden dat een tekst wordt voorgelezen. En waar staan we ergens, Jantina? Toen jij binnenkwam, leefden wij misschien nog in de prehistorie? Waar staan we nu? Je hebt de toegankelijkheidsverklaringen. Die zijn opgedeeld zeg maar in vier statussen. Je hebt A, B, C en D. En wij zitten op B. En we willen natuurlijk naar A. Maar daar is best wel, daar zit nog best wel veel schil tussen. En we zijn dat is echt een grote wel, stap. Ja, van B naar A. Want B heb je heel snel. En A heb je niet zo snel. Alleen als je kijkt naar onze website, wij hebben een goede koppenstructuur. Dus je kan goed navigeren met je toetsenbord, bijvoorbeeld. We werken ook aan links. Die zijn voorzien van goede beschrijvingen. Dus er staat niet lees meer, maar er staat bijvoorbeeld lees meer over bestuurlijke informatie, bijvoorbeeld. Contrast is ook belangrijk bij websites. Dat is dus eigenlijk het verschil tussen je letters, je tekst op je scherm en de achtergrond. En afbeeldingen, die staan op een website, maar die geven ook een beschrijvende tekst mee. En dat is ook gelijk een aandachtspunt, want we zijn er heel goed mee bezig. Maar soms kan het beter. IMG 2823.jpg. Daar snap ik helemaal niks van. Gemaaide rietoever langs een singel. Gemaaide rietoevers langs een singel, dat geeft aan wat er op de afbeelding staat. Dat maakt het allemaal een stuk duidelijker. Hoe maken jullie ons bewust, mij bewust, van dat het beter kan? We hebben bijvoorbeeld voor online communicatie hebben we een handleiding geschreven. Dus als je een internetbericht plaatst, let dan op bepaalde dingen, zoals de koppen opmaak. We hebben ook een handleiding voor werk je met Word of Excel, let dan hier of daarop. En die zijn gedeeld en die zijn vanuit ons team zeg maar opgesteld. En we hebben een website vanuit ons team over onder andere digitale toegankelijkheid en er staat meer informatie op. Als we het dan toch over websites hebben, je hebt natuurlijk ook de website over de VV-besluiten en de vergaderingen. Die website is zeg maar qua opbouw zit die goed in elkaar, maar de besluitenlijsten die worden vanuit IBABS gegenereerd. En daar heb je dan een uitdaging op het gebied van toegankelijkheid, want toegankelijkheid is niet alleen afhankelijk van gedrag van de mens, maar ook van techniek. En IBABS is dan de ontwikkelaar, dus sommige dingen kunnen wij niet oplossen, dat ligt bij IBABS. Dus dat geeft aan hoe complex het soms zeg maar is. Ja, omdat dat een andere leverancier is. Ja. En dan geven wij wel vanuit ons waterschap aan IBABS aan. Denk aan de doorontwikkeling. Bij de doorontwikkeling aan die en die punten. Waardoor het ja, daar gaan digitaal we, toegankelijker ja, gaat worden. Ja, daar gaan we binnenkort over in gesprek met IBABS. Okay. Ja. Ja. Team Dienstverlening en Omgeving werkt dus onder andere samen met communicatie. Maar ook met VTA. Een duidelijk punt waarop we hebben samengewerkt is schouwbrieven. Want die waren niet altijd helemaal duidelijk. Dus dan ging een burger of die ging dan boos bellen met het waterschap. Van ja, wat moet ik nou doen? En dus we hebben ze herschreven.
communicatie heeft ze herschreven. Nadat communicatie met VTH in gesprek is geweest. Een teamdienstverlening was daarbij betrokken. En het resultaat daarvan is dat we vanuit de inwoners en vanuit de burgers minder vragen krijgen. En dat de burgers minder boos worden, omdat de brieven gewoon duidelijker zijn. Ja, dus daar worden we al toegankelijker ook vanuit de ervaring. Ja. En kun je een voorbeeld geven waar dat dan echt in zat? Hè? Waar zitten dat soort verbeteringen in? Ja, in de formulering. Het is meer zeg maar ter informatie. En als het dan echt niet gebeurt, ja, dan volgen er natuurlijk maatregelen. Ja. Maar we vallen ze niet meteen aan. Wat zijn onze grootste prioriteiten in de communicatie met de inwoners van ons mooie gebied? Ja, begrijpelijke taal is wel heel belangrijk. Dus daar zijn we heel goed mee op weg bij ons op de website. Maar bijvoorbeeld, er staat ook termen staan erop zoals keur en legger. Als je de gemiddelde burger vraagt wat we daarmee bedoelen, dat ze dat niet zo heel veel zegt. Dus die zouden we wellicht nog iets kunnen toelichten. Misschien tussen haakjes er iets achter zetten. Wat kunnen we nou als werkgever nog beter doen opdat mensen met een visuele handicap ook succesvol en met plezier hier kunnen werken? Ik zou zeggen, ga vooral met de persoon die je wil aannemen in gesprek. Wat heb je nodig? Maar zorg ook dat de leidinggevende in kwestie zich bewust is van de extra begeleiding die nodig is. Want je hebt wel extra begeleiding nodig. Testsystemen van tevoren goed, want een schermlezer bijvoorbeeld kan niet altijd met alle applicaties werken. En dan wil ik toch nog heel even terug naar teamdienstverlening. Nee, ga maar door. Oké. Teamdienstverlening is naast digitale toegankelijkheid ook nog bezig met fictie. En die is natuurlijk nu een week live. Dat is ook voor de burger een hele fijne app. Want je ziet iets bijvoorbeeld in het werkgebied van het waterschap. En je denkt, dat moet gemeld worden. Nou, dan kan je fictie gebruiken en dan kan je daar gewoon een melding van maken. En dan komt die terecht bij waar die terecht moet komen. Dus of hij komt terecht bij de gemeente of bij het waterschap. Maar de inwoner hoeft daar geen keuze op te maken, zeg maar. En die werkt voor jou dus ook goed? Het enige wat ik niet doe is een foto erbij neerzetten. Want ik weet nooit of die dan gelukt is. Dan heb ik één wedervraag aan jou eigenlijk. Kom maar op. Zie jij nog aandachtspunten voor ons waterschap en voor een teamdienstverlening? Ik merk dat dat heb ik heel erg gemerkt bij de 70ste herdenking van de watersnoodramp. Als we het gebied ingaan en we gaan dus echt de mensen opzoeken bij historische verenigingen, bij de LTO-afdelingen, bij boekpresentaties, noem het maar. Dat we dan wel veel meer in gesprek komen. Dus ik ben er ook heel erg voor dat dienstverlening niet alleen ontvangt en toegankelijk is, maar dat we er ook op uittrekken en dat we de mensen echt opzoeken. Dan gaat het waterschap meer leven. Ja. En dan gaat er veel meer dynamiek ontstaan in ons gebied. Ja, top. Dankjewel. En dan is het goed om te zeggen dat we wel, ook het afgelopen jaar hebben we een keer een bijeenkomst vanuit team dienstverlening en omgeving georganiseerd met externen. En dan ging het ook over begrijpelijke taal, hoe kijk je naar onze informatie. En de deelnemers daarbij die vonden dat heel nuttig, want zo leerden ze het waterschap ook weer kennen. Maar dat is waar, we moeten er wel meer op uit. Jantina, ik heb ook nog een slotvraag voor jou. Oké. Er ligt, je hebt een hele mooie button op. Ja, die is voor een olifant. Voor jou. Ja, die button die daar ligt, die mag je hebben. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. En daar staat op die sticker, die braille sticker, staat er samenwerken. Ja, dat staat er ook in braille op. Dat staat er in braille op. Ja, dat moet ik nog een beetje oefenen, merk ik. Dat zou ik er niet meteen uit hebben gehaald. Nou, dat zou ik andersom met gewone letters ook hebben. Genoeg zie ik die niet. Dus. Nee, het is allemaal spiegelbeeldig. En tegen wie zeggen we dit? Dat zeggen we tegen de hele organisatie. Want teamdienstverlening is natuurlijk, we zijn nu zeg maar met drie afdelingen dan in samenwerking. Maar het is eigenlijk goed als we niet alleen vanuit ons team, maar als de hele organisatie, als we meer gaan samenwerken. Niet alleen met de afdeling waar je werkt, maar kom van je eiland af. En we moeten elkaar meer aanspreken. Hey, ga eens een dagje meelopen met een andere persoon in een andere functie. Prachtig. Zoiets. Dat zouden we eigenlijk wel meer moeten doen. En misschien moeten we daar met z'n allen ook meer op sturen. Ik vind die olifant ook heel mooi in braille. Ik denk dat ik dat wel geraden zou hebben met dat staartje en die slurf, die grote oren. Ik had vooral zeg maar doordat dat die slurf zo omhoog, dat ik dacht, dat zou een olifant kunnen zijn. Dat is echt best een fijn beest in braille. Een olifant doet het gewoon goed in braille. Ja, maar een olifant is ook symbool voor samenwerking. Want een olifant is een groepsdier en die ook in de natuur zeg maar werken ze samen als groep. Dus vandaar de olifant. Prachtig. Ik dank je wel. Ik ga hem opspelden. Okay. En mag ik de braille sticker ook neem die hebben? Maar mee. Dat is goed. Super bedankt, Jantina. Graag gedaan. Tot morgenochtend. En dan zeg ik, goedemorgen Jantina. Dit is Jan Boeijen. Prettige dag.
Het was een heel interessant gesprek. Vind je het ook leuk om met de dijkgraaf te praten over je werk? Mail dan naar communicatie@wshd.nl.